U heeft zich voornamelijk op uw zwijgrecht beroepen bij de politie. Wilt u vandaag iets zeggen op die verdenkingen? Vooralsnog heb ik nog niks te melden. Zo klinkt de man waar de afgelopen jaren zo intensief op gejaagd werd. Ridouan Taghi. Vandaag staat hij met zijn vermeende criminele organisatie voor het eerst voor de rechter in Osdorp. En dat zorgt voor veel beveiliging. Heel veel beveiliging. Ja, normaal gesproken zie je dit soort beelden alleen bij risicowedstrijden van Ajax. Maar nu dus bij de start van het inhoudelijke proces tegen Ridouan Taghi en zijn medeverdachten. En dat vindt hier achter mij plaats, in de bunker in Osdorp. En ook vanmiddag is het hier nog een soort vesting. Busjes van een mobiele eenheid, politieauto's met zwaar bewapende agenten. En zelfs een aantal drones die de situatie vanuit de lucht in de gaten houden. De zaak Marengo is het zwaarst beveiligde strafproces ooit in Nederland. De zaak draait om 17 verdachten, van wie een groot deel vandaag onder zware beveiliging naar de rechtbank is gebracht. Onder hen hoofdverdachte Ridouan Taghi, die vermoedelijk per helikopter naar Amsterdam is vervoerd. Betekent dat dat de verdachten die volgende keren hier gaan verschijnen ook iedere keer zo worden aangevoerd? Ik kan daar niks over zeggen. Als deze maatregelen nodig zijn om deze verdachte aan te voeren, dan zullen die maatregelen genomen worden. En dat zal elke keer opnieuw zo bekeken worden. Taghi wordt gezien als hoofd van de criminele organisatie, gericht op moorden, poging tot moord en voorbereiding van moord. Taghi's rechterhand zou volgens justitie Said Razouki zijn. Die zit nog altijd vast in Colombia. De organisatie bestaat volgens het OM verder uit 15 medeverdachten, die in vaste rolverdeling fungeerden als chauffeurs, spotters en schutters. Het gaat om 4 moordzaken, waaronder die van Martin Kok in Laren en de liquidatie van een man in de flat Kikkenstein in Zuidoost, beide in 2016 gepleegd. Volgens justitie hadden de verdachten allerlei verschillende rollen. Dan denken aan de voorbereiding van de moorden, het observeren van mensen die vermoord moeten worden, het zijn van tussenpersoon tussen een opdrachtgever en de uiteindelijke uitvoerder van een moord. Aan al die verschillende rollen kun je denken. Taghi ontkent ook maar iets met al die zaken te maken te hebben. De rechtbank is vandaag begonnen met het ondervragen van de kroongetuige. Die is zelf ook verdachte in de zaak. Hij wijst Taghi aan als opdrachtgever. Die noemde hem op zijn beurt vandaag een pathologische leugenaar. De zaak gaat op 7 april verder.